Steven Kruiswijk uit Nuenen, nu woonachtig in Den Bosch, verbaast de wereld met zijn ijzersterke prestaties in de Giro d'Italia. Als het doorgaat, en waarom zou het niet, dan wint hij als eerste Nederlander de Ronde van Italië. Stijn, heb jij contact met hem terwijl hij daar bezig is? Nee, eigenlijk nauwelijks. Maar ja, aan de andere kant is dat zeg maar een goed teken. Want zeg maar, hoe meer succes hij heeft, hoe minder contact ik met hem heb. Ja, is dat zo? Ja, als het slecht gaat, dan belt hij. Nou ja, dat weet ik niet, maar dan heeft hij tijd, zeg maar. Hè? Dus nu is er zoveel hectiek rond hem. Ja, jij volgt de Giro natuurlijk zoals heel veel mensen nu op de voet. Ja, absoluut. In heel Brabant, in heel Nederland zo langzamerhand. Hè? Want het begint nationale proporties aan te nemen natuurlijk. Ja. Hoe doe je dat? Gewoon thuis op de bank? Ik moet zelf gewoon werken. Dus af en toe een keer kijken op een live ticker of iets dergelijks. Om het toch te volgen. Gisteren was spannend, hè? Gisteren was absoluut spannend, ja. Hoe heb je dat beleefd? Nou ja, met die spanning die voel ik dan overal. Hè. Dit is echt, ja, je zit bij wijze van spreken met een enorm hoog hartslag zit je dat gewoon te volgen. Gewoon door de spanning. En je bent dan blij als je in de finish is. En wat doe jij dan als ik jou zie zitten, op je nagels bijten? En heel zenuwachtig zijn, inderdaad. Ja. Je kunt niet stilzitten. Nee, absoluut niet. Nee. En het lijkt me als je zo'n jongen kent, dan gaat dat natuurlijk helemaal door. Ja, dat is een enorm verschil. Hè? Kijk, ik kan genieten van iedere sportprestatie. Ja. Maar in dit geval, omdat je die jongen toch persoonlijk kent. En zeker als klein manneke heb je die leren kennen. Ja, dan dat is fantastisch om te zien. We zien nu al die mooie beelden, hè, van Steven in de Giro. Geniet hij er zelf van, denk je? Vindt hij het mooi? Ik denk het wel. Ik kan me niet. Ik weet niet of je het zelf ook verwacht had, zeg maar. Om nu zo riant aan de leiding te staan. Maar ik denk. Steven is een beetje iemand met een stil karakter. Vandaar dat ik het vraag: is het wel iets voor hem om zo op die voorgrond te staan? Ja. Al die microfoons onder je neus, al die gekke Italianen die van alles van je willen weten? Nou ja, ik denk dat hij nou geen keus heeft. Maar kijk, Steven is wel iemand die niet zoveel houdt van alle poppenkast. Hè? Hij is ontzettend zeg maar oprecht en een eerlijke jongen. Soms zeggen mensen wel eens, ja, als je in het wielerpeloton moet je af en toe een klootzak zijn. Hè? Als je wil winnen. Maar, ja, dat zit er niet vanzelf in. Volgens mij Steven bewijst nou toch het tegendeel. Ik bedoel, ook als je geen klootzak bent, kun je ver komen. Ja, absoluut. Ja. Bas, volg jij het? Ja, af en toe, maar wel op het werk. Ja. Ja, ja. Ja. Marleen? Volg jij het of niet? Nee, ik vind het wel echt superleuk om te zien hoe die straalt. Ja, 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 ja. Die genieten er echt van. Ja. En het, ja, nou ja, zondag, hè, dan zullen we weten of die het haalt. Ja. Even terug in het verleden, want we hadden het er net al over. 15 jaar was hij, kwam hij met die ijzeren fietsbuur, hoe heet die vereniging ook alweer? Trap met Lust. Trap met Lust. Destijds. Tegenwoordig heet het TML Dommelstreek. Ja. En ik was destijds, was ik daar trainer en ploegleider. En Steven kwam daar als dol enthousiast jongetje, kwam hij daar zeg maar bij de club. Onbeschreven blad, had nog geen ervaring echt, of wel? Nee, hij kwam uit het voetbal, hij wilde graag fietsen. Ja. En hoe begin je daar als trainer mee dan met zo'n... Kijk, we krijgen natuurlijk vaker zeg maar nieuwe aanmeldingen, nieuwe rennertjes. En dat is gewoon zeg maar inhaken en meefietsen. Ja, bij Steven, dat enthousiasme, dat spatte er wel vanaf. Hij wilde graag. Ja, hij wilde absoluut graag. Ja. Dus als eerste jaar. Ja, je zag ook gewoon vanaf het begin, zeg maar, hij stak er niet meteen bovenuit. Maar het is wel iemand die zeg maar, had natuurlijk wel talent. Het is alleen, ja, als ik nou ga roepen, zeg maar, van dat ik meteen daar al gezien had dat hij... Zo is het niet, hè? Zo zou worden, dan... Moet ik eerlijk zijn, dat was niet. Maar, want die ontwikkeling die komt daarna ook nog natuurlijk. Ja, maar je zag wel het talent. Waar zie je dat aan dan? Kijk, het talent is één. Hè? Maar ik denk bij Steven is het ook vooral discipline. Dus hij is begonnen als tweedejaars nieuweling. En toen reed hij leuke uitslagen. Volgens mij een paar keer podium. En toen hebben we eigenlijk aan het einde van dit jaar hebben we gezegd van goh, we gaan serieuzer samenwerken, hè, intensiever. Dus ook met schema's werken. En toen, je zag dat het direct effect had. Dus zeg maar dat jaar erop
maakt hij gewoon een gigantische progressie door. En als jullie hem als trainer een schema gaven, dan deed hij dat ook, hè? Nou ja, hij leefde dat na. Tot 3 cijfers achter de komma. Dat is echt zo. Dat is echt, echt ik maakte destijds wel voor meer jongens die ik in ieder geval hielp met trainen. En dan zet je wat op papier. En dan, als je uiteindelijk keek wat ze gedaan hadden, dan ja, had ze het ongeveer gedaan. Maar Steven was gewoon echt, ja, echt en dat tekent exact de renner dan toch wel. Absoluut. Dat brengt hem ook ver. Ja, en plus, we hadden een training gedaan en dan zei hij altijd van, goh, ik fiets wel even met je mee naar huis, extra rondje doen. En ja, goed, dat is... Niet te stuiten. Steven, ik denk dat hij wel van begin af aan in zijn hoofd heeft gehad van, goh, ik wil er alles uithalen wat erin zit. Fietsen jullie nog wel eens samen eigenlijk? Kijk, tegenwoordig is het een heel druk programma natuurlijk voor hem. Ja. Dus van de 365 dagen is hij, denk ik, 300 dagen is hij weg. Maar we hebben wel beelden hè, van jullie. In 2011 is dit, dan gingen jullie nog een trainingsrondje maken. Jij zou hem nou niet meer bijhouden, hè, denk ik. Als hij op zijn gemak fietst, dan zou het lukken. Maar dit is in het jaar dat hij voor het eerst top 10 reed in de Giro. En toen zijn we aan het einde van het jaar hebben we een toertocht gereden in Eindhoven. Zoals je dan ook. Ik bedoel, nu zal het moeilijker zijn, omdat nu wordt hij natuurlijk helemaal overrompeld door alle media-aandacht. Maar het karakteriseert hem wel dat hij ook gewoon denkt aan mensen zeg maar uit hun verleden. Heeft hij ook een valkuil in zijn karakter? Waar moet hij voor oppassen? Die laatste dagen van de Giro? Ja, dat is een beetje een standaard antwoord. Dus hij moet niet ziek worden, hij moet niet vallen. Ja, dat geldt voor elke renner. Ja. Maar de druk kan die aan, daar is hij wel op gebouwd. Hè? Ik denk het wel. Ik bedoel, als je kijkt hoe die overkomt in de media. Ik bedoel, hij is heel rustig. Geeft netjes zijn interviews. Heel sociaal naar iedereen, heel toegankelijk. Gaat zeker niet naast zijn schoenen lopen. Kortom, hij floreert en wij zijn allemaal trots. Absoluut, ja.